En iedereen die zich geroepen voelt om iets voor te lezen, die is van harte welkom. Ik zal zelf vanavond ook jullie een stukje vervelen, maar Frans mag het spits afbijten vanavond. Ik woon al jaren naast een postkantoor en loop er dus regelmatig binnen voor de ons alle bekende postzegel. En de vertrouwde postbank is langzaam van kleur aan het veranderen in het ING oranje, net als de C1000. Dat zegt qua service en kwaliteit eigenlijk al genoeg. Maar even to the point. Ik liep vanmiddag de TNT winkel aan het Kerkplein binnen voor een rolletje postzegels van 44 cent. Of moet ik nou TNT zegels zeggen? Whatever. Laten we het voor gemak maar gewoon een rolletje postzegels noemen. Dus ik trek het nummertje uit de automaat bij de ingang, kijk naar het scorebord en tot mijn stomme verbazing bleken er 35 wachtende voor me te zijn. Dat kon dus wel even gaan duren. En daar bleek ik na ruim een half uur gelijk in te krijgen. Meneer, waar kan ik u mee van dienst zijn? De bedweterige manier waarop de man achter de balie dit aan me vroeg, deed me subiet denken aan de prachtige conferentie van Wim Sonneveld over de man achter het loket en schoot bij voorbaat al in de lach. Mag ik een rolletje van 100 postzegels van 44 cent, alstublieft? Vroeg ik me. Het is namelijk voor de zaak. De baliekluiver draaide zich om, trok een laadje achter zich open en toverde het door mij verlangde kleinoot uit. Er moet er nog zoveel gebeuren. Hoger, hoger. We gaan steeds hoger, hoger, hoger. Steeds maar hoger. Hoger, steeds maar hoger. Hoger, hoger. We droppen nog een pin toe, ik vinger die poeta een beetje en conjo. Ineens doet ze het niet meer. Natuurlijk hebben ze die mocho niet gevonden. Met mij kan je niet fucken, man. En die choppie, jongen, die choppie keepert haar zo zonder gewicht. Geen moment was ik para, die longen lopen zo vol water. Dan ga je heus niet drijven, weet je. Ik ben zo fucking weary. Hoe dichter je bij mij komt, hoe dichter bij de haaien. Er waren ooit mensen die zich met enige zelfkennis toontje lager of het goede doel noemden. Muzikaal minimalisme van de jaren 80 met de druilerige namaak reggae van Doe Maar Voorop. Onbegrijpelijk hoe het kon dat het hoogdingen en de zeikstemmetje van Henny Vrienden destijds tijdens concerten zoveel meisjes aan het gillen kreeg. Hooguit verklaard uit het feit dat die meiden hem probeerden te overstemmen. De Polonaise is ontstaan toen 6 miljoen jaar geleden de mens rechtop probeerde te lopen, maar op zijn primitieve bek zou pleuren als niet. Geweldig. Er zijn zelfbenoemde muziekkenners die de bijdrage van deze inferieure garde muzikanten scharen onder de serieuze noemer Nederpop. In de categorie zo door elkaar mogelijk treffen we Akda en de Munnik. Teksten met de frisheid van opgedroogd okselvocht, muziek voor lesbische vampierenfilms. Wat mij betreft komen Canis en Gunnik als twee gangbangers op het verkeerde SM-feest terecht. Kwam ik Louis Couperus tegen. Hij droeg een duffelse jas en een zwierige hoed. En onder zijn arm een klein wit poedeltje. Dat was bewerkt met flitspuit onkieze parfum. Hij knikte beleefd en ik blij verrast. Hé, Louis! Dat vond hij net iets te pop. Malieveld. Zelfs soldaten demonstreren er in uniform als de CAO niet deugt. Of als een minister hen een mooie oorlog door de neus heeft geboord. Maar ooit speelde hier de Rolling Stones. Yeah. Zelfs de slechtste voetballer heeft wel eens balcontact. Dreunend op zijn achterhoofd, in zijn buik wanneer hij weer eens in de weg loopt, of via een andere aanraking die even terloops als onbedoeld is. Want niets is zo moeilijk als contact met de bal wanneer je het zelf wilt. Op het juiste moment, de juiste plaats en de juiste manier. Balcontact is niet hetzelfde als voetbal. Het is wat soms gebeurt op een voetbalveld. Met name wanneer twee teams de basisvaardigheden niet beheersen en de bal zich op volstrekt willekeurige wijze over het veld beweegt. Om graad je kunst te verkopen, moet je natuurlijk allereerst gewoon de kunst
van het verkopen beheersen. Je hebt nou eenmaal mensen die van alles kunnen verkopen. Of het nu gaat om tweedehands auto's, peperduur villa's. Maar kunst is geen ordinaire villa. Nee, kunst is chic. Dus moet je naast een vlotte babbel een aantal zaken wel heel goed weten. Je ondergeschikt maken aan de natuur. Sta eens op voor iemand die leeft in angst. Denk eens niet zo kleinzielig, niet altijd zo zuur. Overwin jezelf en ben niet het bangst. Kijk naar de liefde, de universele goudmijn. Probeer het recht niet te krijgen, maar probeer het te zijn. Niet je eigen recht, dat leidt tot oorlogen. Maar het recht daarboven, de plicht van mededogen. Geen andere discipline in de kunst is zo collaboratief, zo hoererend en zo gecorrumpeerd als de verzamelde architectuur. In ruil voor de eeuwige roem zadelen ze ons op met uitzaaiingsgevoelige betongezwellen. Ze zijn bereid hun ziel aan de duivel te verkopen als ze maar de kans krijgen om zich middels zo'n tot zelfmoord aansporend treurobject te vereeuwigen. Vervolgens zijn ze bereid om het ontwerp op inspraakavonden aan de verontwaardigde buurt te verkopen alsof het gouden kalf zelf betreft. Wantrouw elk bouwproject waarvan het bijpassende verkoopverhaal de dikte van de eerste te leggen stenen overtreft. De aannemer, het woord zegt het al, gewend om klakkeloos geld aan te nemen. En om aan te nemen dat dat vanzelfsprekend is. Giet probleemloos de halve samenleving in gewapend beton en declareert vervolgens al even vanzelfsprekend een veel hoger bedrag dan aanvankelijk was afgesproken. De ambtenaar. Je kunt je moeilijk voorstellen dat zoiets miljoenen zaadjes te vlug is afgeweest. Ja. Zich in al zijn arrogantie bewust van het motto: wie buigt voor de een, laat de ander zijn reet zien. Zie hier de broeders in het kwaad. Architecten, aannemers en oogluikende overheidsdienaren samen bezig om een mooie stad naar de kloten te helpen en een forse graai uit het gemeenschapsgeld te nemen. Gemeenschapsgeld, een goed gekozen term. Want zo zou ook de opbrengst van de activiteiten van een prostituee kunnen heten. En de parallel is opmerkelijk. Net als een souteneur int de staat het gemeenschapsgeld. Net als de prostituee, maar een schijntje overhoudt van haar liggende gelden, ziet de werkende bevolking het zuurverdiende salaris middels belastingheffing hevig afgeroomd. In ruil daarvoor biedt de staat ons, net als de souteneurs en dames, bescherming en veiligheid. Die bescherming bestaat overigens niet zozeer uit meer blauw op straat, want die wordt tegenwoordig juist als extra terreurbrigade tegen de burgerij ingezet. Verder hebben we in Den Haag een drietal peperdure fonteinen die elkaar in lelijkheid overtreffen en met grote regelmaat nalaten waarvoor ze eigenlijk zijn bedoeld. Of laat ik het zo zeggen, als ik thuis zou spuiten als deze fonteinen, zou mijn wijf me geheel terecht op een willekeurige dinsdagochtend met het grof vuil laten afvoeren. Maar een enkel lichtpuntje daar gelaten, zoals het IJspaleis, het nieuwe showgebouw, de Haagse Hogeschool of het nieuwe Centrum de Resident. De verzamelde architectuur heeft Den Haag sinds pakweg 1945 niks substantieels opgeleverd. Hooguit kan je stellen dat elk sinds die tijd gerealiseerd nieuwbouwproject een zekere besnoorde Oostenrijkse schilder zeer tot tevredenheid zou hebben gesteld. Maar ik wil u één leuk verhaal uit mijn leven als vrachtwagenchauffeur niet onthouden. In een vrachtwagen zit een schijf waarop wordt gemeten hoeveel uren je maakt. Dat is onverbiddelijk, dat is nou digitaal. Dus, en je mag 10 uurtjes rijden per dag. Maar als je van München naar Nederland gaat en je woont in Den Haag of in Rotterdam, dan moet je over die 10 uur heen om toch thuis te komen. Dus dan kun je of in Venlo stoppen, dat red je net in Venlo, 10 uur stoppen. Dus ik was thuis in Alsmeer en bij ons en wat jongeren lopen. En die kwam binnen en die was zo verschrikkelijk kwaad. Was zo kwaad! En ik kwam binnen en bier, wat bier! En zaten ze, ja, Guus, kom op Guus. Wat is er nou? Ja, godverdomme, wat ik nou mee heb gemaakt, dat geloof je gewoon niet, jongen. Ik kom uit München en ik ben bij Venlo en ik denk, ik wil naar huis. Ik heb 10 uur op zijn, maar ik wil naar huis. Het is weekend, ik wil naar huis. Ik denk, weet je wat, ik maak verdomme panel erin en rijden. En hij rijdt 100 km per uur, niks mee te maken. Hij zegt, wat mij nooit gebeurt, ja, een politiewagen achter mij. En bleef er achter hangen, die etterbal. Hij komt er niet voorbij, nee, hij komt er, weet je, de achterhangen. Ze hebben hier 70 uur gewerkt, hij komt er achterhangen en gewoon narren. Nou, bij ons hebben we allemaal natuurlijk van die knopjes om die door de regering vastgestelde begrenzing op te heffen. Dus hij zegt, ik heb de knop open gehaald, zeker ingepakt, uit het raam geflikkerd, panel erin, 130 en rijden. Ik heb helemaal niks met jou te maken, ik ga naar huis. En ja hoor, toen kwam die agenten voorbij, hè. Hopen voorbij, blauw licht aan, stoppen. En die agent is natuurlijk woest. Hij zegt, jij moet mij een goede reden geven, vriend, waarom jij 130 rijdt. Hij zegt, nou, dat zal ik u geven, agent. Je kwam achter me rijden, je bleef me achter me hangen. Half jaar later ben ik gescheiden van mijn vrouw, die is weggaan met de politieagent. Ik denk, shit, hij komt het terugbrengen.